Welkom. We gaan. Welkom. We gaan vandaag een tweetal sommen doen ter voorbereiding van je proefwerk op hoofdstuk 3. Allereerst de Binas tabel of je bron 3,49. Ontzettend belangrijk. Dit moet echt in je hoofd zitten. Wat is het probleem? Ik heb een ballon met helium van 3,2 liter. Helium zit daarin. In de gasfase natuurlijk, en ik wil weten wat is de massa. Goed, dan zitten we hier bij een temperatuur van 298 Kelvin. De druk is de standaarddruk. Dan kan ik in Binas tabel 7 kan ik opzoeken wat mijn VM is. En die is 24,5 liter per mol. 24,5 liter per mol. Ik heb maar 3,2 liter. Dus ik vind het belangrijk dat je altijd blijft nadenken: wat moet ik door wat delen? Ik heb dus veel minder dan 1 mol, namelijk 3,2 gedeeld door 24,5. En dat is 0,1306122. Dan zit ik hier in de hoeveelheid mol. Ja, ik moet linksaf, want ik wil weten wat is de massa. Ik moet nog een berekening uitvoeren. Dan heb ik dit voor nodig: molaire massa. Die molaire massa kan ik opzoeken in Binas tabel 99. Die is 4,003 gram per mol. Als ik die 0,13 en een beetje vermenigvuldig met 4 en een beetje, dan komt daar 0,52 en een hele hoop andere getallen. Maar die mag ik weglaten, want dat is niet significant. En mijn antwoord is dus 0,52 gram. We gaan opletten op de significantie, dus doe dat ook. 3,2 liter helium waren twee significante cijfers. Dus mijn antwoord moet ook in twee significante cijfers zijn. Goed, dit is opgave 1. Door naar opgave 2. Opgave 2, misschien herken je hem, is opgave 6 van 3,9. Misschien handig als je de tekst even leest. Dus zet mij even op pauze. Mooi, gelezen. Etoxyethaan, vroeger ook wel ether genoemd. Nou ja, vroeger klinkt heel raar, want volgens mij noemt iedereen het nog steeds ether. A, bereken de molaire massa van ether. Nou, hoe doen we dat ook alweer? Volgens mij is dit vrij eenvoudig. Je kijkt gewoon hoeveel C'tjes, hoeveel H'tjes en hoeveel O'tjes zitten er in ether. En gelukkig hebben we hier. Hopla. Op. Hebben we hier. Molecuulstructuur. Nou, dat is dus, ik heb het al hier uitgerekend, hè. 4 keer C, 10 keer H en 1 keer O. En in tabel 99 kunnen we dus weer opzoeken wat die molaire massa is, namelijk 4 keer 12,01, 10 keer 1,008 en 1 keer 16,00. En dat komen we uit op 74,12 gram per mol. Goed, zoek een Binas op bij welke temperatuur in graad Celsius. Ja, wil je dat goed onthouden? Goed lezen, hè? Ether kookt. Zie, hier noemen ze het gewoon ether. Kan je opzoeken, tabel 11. Ja, allerlei fysische eigenschappen van, in dit geval, gassen. Vloeistoffen, sorry. Bij kookpunt bij 308 Kelvin. 308 min 273 is 35 graden Celsius. Oké, het gaat lekker. Vraag C. Laat door berekening zien hoeveel mol 1,00 decimeter 3 is, dus een liter, dus 1 liter etherdamp bevat. Oké, dan moet ik weer VM weten. Dat kan ik weer opzoeken in Binas tabel 7. VM is 22,414. Ik rond dit even nog niet af. Ik heb 1,00 liter. Ja, dat is dus veel minder dan een mol. Hoeveel minder? Nou, 1 gedeeld door 22,414 is dus 0,04517 mol. Ook weer niet afronden, niet te veel. Ja, je hoeft niet al die 12 cijfers op te schrijven, maar niet te veel afronden. Tenzij dit je eindantwoord is. Ah, we zijn bij C. Dat is het dus ook. Dan moet ik dus wel afronden. Ja, dat is dus 4,52 keer 10 tot de min 2e mol of 0,0. 452 mol. En dat maakt mij werkelijk geen drol uit wat je kiest. Oké, dan is vraag D is de lastige vraag. Leg uit met behulp van de dichtheid. Heb je met al deze berekeningen heb je die bron voor nodig die ik net ook liet zien.
Leg uit met behulp van de dichtheid wat het gebruik van etoxyethaan extra gevaarlijk maakt. Ja, ik vind dit soort vragen heel erg leuk. Je weet misschien als leerling niet precies welke kant je op moet gaan. Maar je moet dus iets met die dichtheid doen. Dat is belangrijk. Ja, en die dichtheid gaat dan over damp, gas. Staat hier etoxyethaan, damp. Dus we moeten berekenen wat de dichtheid van die damp is. Goed. Daar hebben we alle informatie hebben we daarboven al. Dat moeten we nu alleen gebruiken. De dichtheid van ether als gas. Ja, we wisten dat het per mol 74,12 was. We weten dat 1 mol gas 22,414 gram per mol is. Oh, sorry, liter per mol is. Als ik die twee op elkaar deel, dan weet ik dus hoeveel kilo een kubieke meter gas is. Dat is 3,3 en een beetje. 3,31 kilogram per kubieke meter. Waarom is dat nou zo gevaarlijk? Nou, als we opzoeken in Binas tabel 12, wat de dichtheid van lucht is, dan is die 1,293. Dus de dichtheid van etherdamp is hoger. Aha, dit is wel interessant. Want in plaats van dat het een damp is die naar boven trekt, blijft het liggen op de bodem van het lokaal of van het laboratorium. En het is hoog explosief. Ja, dat staat ook in de tekst. Vormt gemakkelijk een explosief mengsel met lucht. Dus je hebt hier een explosieve damp die blijft liggen op de grond. Nou, er hoeft maar één vonk bij te komen en de hele boel gaat in de lichter laaien. Goed, volgens mij is de clue van deze video is dat het rekenwerk. Je moet netjes werken, je moet gestructureerd werken en gebruik je BINAS. Zonder je BINAS ben je niets. En die tabel of die bron die ik net liet zien, ja, die moet echt in je hoofd zitten. Oké, heel veel succes.